Het is erg vervelend dat leden van de veiligheidsinstituten betrokken raken bij criminele activiteiten. Dat zei justitieminister Kenneth Amoksi vandaag voor de aanvang van de wekelijkse raad van ministers. Amoksi stelt dat er andermaal een deuk is gegeven aan het imago van de gewapende machten vanwege de betrokkenheid van een legerofficier bij een drugsvangst in het district Para. De bewindsman is wel tevreden over het optreden van de politie in deze zaak. Het nieuws is er. We horen van drugs die wordt aangetroffen in containers in het buitenland. En als we zelf deze aanhoudingen, deze onderscheppingen kunnen doen hier in het land, dan zegt dat ook dat de wil er is en de mogelijkheden er zijn om ook deze aanhoudingen in Suriname te verrichten. Amoksi zegt dat er een aangepast beleid gevoerd zal worden in verband met de komende feestdagen. Er ligt een raadsvoorstel klaar voor het uitvoeren van operatie Veilig Suriname. Met dit plan zal de gemeenschap beschermd moeten worden tegen criminelen die vooral rond deze periode actief kunnen zijn. Ik hoop alleen maar, want ik heb voor uw medium een keer al geklaagd over de financiële middelen die ik niet krijg. Om eigenlijk de veiligheidsdiensten goed uit te rusten. Om de aanpak te doen van de criminaliteitbestrijding. Ik hoop dat ik de middelen dus nu wel krijg. Om de middelen aan te schaffen om de gemeenschap te beschermen. Amoksi wil niet te veel zeggen over de drugscase, omdat het nieuws al overal in de media ligt. Collega minister Krishna Kumari Mathura zegt dat er een grondige doorlichting zal komen binnen het leger. Ze benadrukt dat haar eerdere uitspraken over het niet tolereren van criminele handelingen van leden van de defensieorganisatie nog recht overeind staan.